Zorg voor in de moderne tijd. Dat moet Mea Vita gedacht hebben toen het in 2007 de tv-foon lanceerde. Een manier om via je tv en de telefoon contact met familie, de huisarts of anderen te hebben op afstand. Maar het werd een van de molenstenen die het zorgbedrijf in 2009 naar de bodem trok. Een faillissement was onafwendbaar, omdat het bedrijf miljoenen stak in dit soort nieuwe toepassingen. Dat de interne controle niet goed geweest is en dat er. Te veel geld is uitgegeven aan dingen die uh, niet met zorg te maken hadden. Marius Dijken uit Rijswijk zag het als voorzitter van de ondernemingsraad gebeuren. Dat heeft heel veel zeer gedaan. Zowel uh, emotioneel, maar ook uh, financieel. Door een fusie tussen meerdere zorgbedrijven ontstond in 2007 Slands grootste zorgorganisatie. Met 20.000 medewerkers en 100.000 cliënten. Schaalvergroting en marktwerking waren de toverwoorden. En naar nu blijkt dus ook valkuilen. Er zijn dus zorgdeskundigen, zijn zich op het commerciële vlak gaan begeven. En daar was dus gebrek aan kennis. Vakbond FNV stapt in 2009 al naar de rechter. Bestuurders zijn verantwoordelijk voor de ondergang. En het feit dat honderden werknemers kunnen fluiten naar opgebouwde rechten. is onacceptabel, vindt de bond. Na jaren van procederen stelt de Ondernemingskamer nu vast dat er sprake was van wanbeleid. De fusie was niet goed doordacht. Er werd niet goed gestuurd op veranderende wetgeving. En er is geld gestoken in tv-foon zonder gedegen onderzoek. Nou, ik hoop dat de uh, curatoren dan uh, weer aan actie gaan komen. Want daar liggen de, de, de rekeningen nog steeds. En als er natuurlijk ergens geld te halen is waarmee een deel van die rekeningen misschien betaald kan worden. dan is dat natuurlijk alleen maar wenselijk. Dat gaat om uh, forse bedragen. Ja. Dat is honderden honderdduizenden euro's wat er nog uh, open staat. Alleen aan medewerkers.